Hallo, welkom bij de Flemish Woodworker. Vandaag neem ik jullie mee naar Moordrecht, waar de firma HBM gelegen is. Eenmaal aangekomen, dan pas zag ik de echte omvang van HBM. Je hebt wel een indruk als je de website bezoekt, maar als je daar binnenkomt, dan heb je echt wel iets van wow, hier steekt iets binnen. Er is ook nog een tweede verdiep met grote machines. Ja, echt wel de moeite om eens een bezoekje te brengen. Nu, HBM, die hebben mij gevraagd om een aantal van hun houtbewerkingsmachines te testen en eerlijk te reviewen. Zo hebben we de freesmachine, een spindle sander, een radiaal afkortzaag en een slijpmachine om zaagbladen te slijpen. Nu, die ga ik eerst reviewen. Hier een aantal beelden van hoe ik het toestel in elkaar steek. Prijskwaliteit is de zaagbladslijper een heel goede optie. Enkel sommige onderdelen waren nog zeer vuil en vettig. Nu met een beetje handigheid en wat vet en olie is dat direct opgelost. Na het invetten en alles een keer los en vast te draaien, blijkt alles zeer vlot te werken. Dan gaan we het diamantblad bevestigen. En dat is belangrijk dat de schuine kant langs de kant van de moer komt. Waarom? Dat is om de bovenkant van uw tent achteraf schuin te slijpen. Je ziet ook enkele beelden dat ik het toestel al aan het testen ben om effectief iets te kunnen vertellen over de kwaliteit. En als je ziet, de kwaliteit is eigenlijk voortreffelijk. Zeker als je naar het bedrag kijkt. Het toesteltje kost nu voor de moment iets van €150. Komt van €200. Dus een zaagblad slijpen kost gemiddeld tussen de 10 en de €20, naar gelang het aantal tanden. Ik heb een stuk of 5-6 zaagbladen, dan heb ik dat binnen 2 jaar terugverdiend. En je kunt misschien eens een maat een plezier doen. De werking op zich van de machine is zeer goed. Slijpt ook heel mooi en goed je zaagbladen. Dat is een gigantisch pluspunt. Het enige, of een aantal nadelen vind ik, de gietijzeren voet is niet zo mooi gegoten. Nu op zich, dat doet niks aan de slijpkwaliteit. Hè. Je ziet hier ook wat verfdruppels dat zijn blijven hangen. Ook allemaal geen groot probleem, maar het zou eigenlijk niet mogen. De noodschakelaar zou in mijn ogen net iets beter mogen, maar hij zou er ook eventueel af mogen. Ik vind dit type op zo'n machine overbodig. De rubberen stelvoetjes die erbij komen zijn fantastisch. De steeksleutel is een van maat 14 en maat 12. Maat 12 gebruiken we om een as te blokkeren. En maat 14 zouden we moeten gebruiken om de moeren vast te zetten. Maar dit zijn helaas allemaal moeren van 13. Er komt ook nog een inbus en een schroevendraaier bij. En dan hebben we nog een aantal adapters voor de verschillende zaagbladdiameters. Desondanks zijn kleine mankementen is dit toch een zeer goed toestel dat de juiste kwaliteit aflevert voor de juiste prijs. En dat is hetgeen waar het telt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.